Ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. Er gaat zo'n lekkere, dikke, rode, mooie luchtballon. Een ballon, een ballon. Een nou, wat wij hier gaan doen vanmiddag. De Beautiful Ballooning is een stichting die ballonvaarten organiseert voor ernstig zieke en chronisch zieke kinderen. En vanmiddag hebben we hier een flink aantal kinderen uitgenodigd. En zij gaan vanmiddag vanuit het Heraclesstadion hier in Almelo een ballonvaart maken. Er gaan hier zometeen 3 ballonnen omhoog. En daarin zitten 7 zieke kinderen en zij mogen allemaal een begeleider meenemen. Ja, het is voor iedereen natuurlijk altijd reuze spannend, hè? Want je ziet al die kindertjes die lopen met gespannen gezichtjes hier rond. En dadelijk dan gaan we ze eventjes officieel welkom heten en gaan de ballonnen het veld op. Gaan we ze allemaal optuigen, de ballonnen, en dan gaan we opstijgen. Wat verwacht je daarvan? Dat het heel mooi wordt. Heb je wel eens eerder in een ballon gezeten? Nee, nog nooit. Ze zijn al druk bezig, dus ik hoop dat je er veel plezier hebt daarboven. Ja, dat hoop ik ook. En dat je weer naar beneden komt natuurlijk. Ja.